that is, everything around you that you call life was made up by people that were no smarter than you. Goedemorgen iedereen, vandaag is het 15 juli en ik heb weer een nieuwe vlog voor jullie. Ik ga zo meteen naar school toe. En dan ga ik mijn rapport ophalen en daarna is het dus eigenlijk gewoon dat ik officieel vakantie heb. En daar heb ik zo ontzettend veel zin in. Dus ik dacht ik ga vandaag weer vloggen, want ik begin het steeds weer leuker te vinden. Dus blijf vooral kijken. Ik ben thuis, ik heb mijn rapport opgehaald en hij is super goed. En ik probeer echt niet op te scheppen ofzo. Maar ik ben gewoon zo ontzettend trots op mezelf. Dat het gewoon echt, dit is mijn beste rapport tot nu toe. Alleen maar 7 en 8 en... ik ben gewoon zo trots op mezelf, jongens. Echt van, wauw. En ik ga nu eventjes zitten op de bank, even relaxen. Oké, ik weet dat ik mijn kat te vaak film, maar kijk hoe zijn hoofd is gevallen doordat hij in slaap is gevallen. Dit is echt zo ontzettend lief. Ik ben de Engelse vlog van 2 dagen geleden aan het editen. Ik zit nog steeds in bed te editen. Dat was het, doei. Het is even tijd om wat lunch voor te bereiden, dus dat ga ik nu doen. Ik ga in bad en ik dacht dat het misschien wel leuk was als ik jullie zou laten zien wat ik gebruik om hem te maken, zeg maar. Dus blijf vooral nu vooral opletten. Combineert als het allemaal. Dit is Lush Creamy Candy en hij ziet er heel erg verkrikt uit, ik weet het. Hij was een beetje nat geworden, maar volgens mij werkt het nog wel gewoon goed. Dan deze Embrace Shower Gel Mysterious Blush. En deze ruikt heel lekker en die maakt heel erg goede bubbels. Dus ja. En dan mijn nieuwe Early Harvest Raspberry van de Body Shop. Dat is ook een douche gel. En ik ga kijken of die ook goed werkt voor bubbels en zo. En misschien dat ik alleen deze gebruik of alleen deze. Dat zien we nog wel, maar sowieso deze. Ik laat het bad altijd best wel vol lopen voordat ik erin ga. En dan doe ik meestal als ik er pas in zit, die dingen erin. En ook maar wat van de eten. Bubbels zijn vandaag niet echt spectaculair helaas. Maar soms zijn ze gewoon beter dan andere dagen. Om mezelf een beetje te verwennen heb ik een Shandy staan. Dat is echt een van mijn favoriete drankjes. En omdat ik gewoon nu officieel vakantie heb, mag ik er eentje. Een boek en een tijdschrift. En mijn telefoon ligt er ook nog. Ja, dan kan ik toch een beetje kiezen wat ik wil doen om even te relaxen. Ik ben helemaal opgefrist door dat bad, jongens. Het is echt zo lekker. Ik heb straks een afspraak met iemand en ik ga zonder make-up. Want ja, ik heb het gevoel dat ik het op dit moment eigenlijk niet echt nodig heb. En dat is toch eigenlijk best wel grappig, want... als ik dat een half jaar geleden zou zien van mezelf, dan zou ik echt denken van waarom zou ik dat doen, hoe durf ik dat? Dus dat is misschien wel heel grappig om een keer over na te denken. Dus ik ga over een paar minuutjes weg. Ik ben weer thuis, ik heb uit mijn afspraak. Ik weet niet of jullie me horen, ik heb uit mijn afspraak even wat boodschappen gehaald. Want er was geen drinken meer. En even een lekker feestontbijtje, dus ik heb wat croissantjes gehaald ook. En ja, dat is wat ik gehaald heb. En dat ga ik nu even in de koelkast zetten en zo. Ik hoop dat jullie me horen. Ik ga me nu klaarmaken, want we gaan straks weg om uit eten te gaan. Ik ben klaar en ik ben heel erg trots op mijn make-up. Het ziet er zo mooi uit. Dus wij gaan lekker uit eten nu. We zitten nu lekker bij het sushi restaurant en het is heel erg lekker. Dit doen wij dus altijd. Wij bestellen altijd heel veel ijs en dan gaan we met z'n allen gezellig opeten. Want dat vinden wij lekkerder dan allemaal één bolletje. Mijn ouders gaan slapen, dus ik ga stil doen. Dus ik eindig de vlog hier. Ik hoop dat jullie hem leuk vonden. Zo ja, doe dan even een duimpje omhoog en abonneer op mijn kanaal. En dan zie ik jullie de volgende keer weer. Doei!